In de oudste stad van België stond er ooit een Romeinse tempel. Een heel belangrijk gebouw waarvan zelfs veel Tongenaren niets afweten. En die tempel wordt nu heropgebouwd. Dit gebied hier is de plaats geweest waar het vanaf de eerste eeuw een tempel heeft gestaan. En daarom is die tempel hier gereconstrueerd, gewoon op de locatie van de authentieke tempel. Die tempel die is opgegraven in de jaren 60. Daarvoor had men totaal geen weet van die tempel. Dat is een vrij recente ontdekking. Al die tijd heeft het hier gewoon onaangeroerd gelegen. En de stad heeft een aantal jaren geleden beslist om dit stukje Tongeren te revaloriseren. En aan de hand van de mijlpaalroute die vorig jaar is ingehuldigd, wilden ze dat ook mee integreren in die culturele of erfgoedroute. Die mijlpaalroute leidt je door de geschiedenis en het rijke erfgoed van de stad Tongeren. Ik kan zien aan het landschap dat we hier op het hoogste punt staan van Tongeren. En dat is niet toevallig de reden waarom dat de Romeinen hun tempel hier hebben gebouwd. Omdat zij de gewoonte hadden van de hoofdgoden, die werden vereerd, op het hoogste punt te gaan plaatsen. Aan de Keverstraat zijn de contouren van een oude Romeinse tempel zichtbaar. En die wil de stad opnieuw zichtbaar maken. Zoals je ziet is die nog in een fantastisch goede staat. En de bedoeling is van die ook in een perfecte staat te blijven behouden. En de ideale manier om dat te bewaren is van het terug onder de grond te zetten. Nu, die muur is de buitenste muur van het tempelcomplex. En wordt niet mee opgenomen in de tempelsite, omdat er hier een erfdienstbaarheid is. Er is hier een pad dat een toegang geeft tussen de Keverstraat en de César. Omdat restaureren niet mogelijk is, wordt op die plaats een constructie in eigentijds materiaal geplaatst. Zo krijgen bezoekers een beeld van de omvang, de betekenis en de ligging van die tempel in de Romeinse tijd. Het is een heel belangrijke vondst. Ten eerste omdat het een van de weinige openbare grote gebouwen zijn die zijn opgegraven. En anderzijds omdat het ook een heel goed beeld schept van de evolutie van de stad van een kleine landelijke nederzetting naar een grootstad uit de tweede eeuw na Christus. Voor Tongeren is het eigenlijk een meerwaarde naar buiten toe, ook om eigenlijk de mensen te tonen hoe oud de stad is en hoe levendig langs de andere kant de stad nog altijd is. En de mensen aan te trekken om eens te komen kijken, zowel naar het museum als naar de Romeinse resten die nog bewaard zijn gebleven. Vanaf april 2013 is de tempelsite te bezichtigen voor het grote publiek.